Nou, ik begin weer met het raspen van kaas. Ik moet eigenlijk zo'n driehoek hebben waarmee ik kaas kan raspen. Hey, goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Wanneer je dit ook kijkt, welkom bij een nieuwe video op Vraag het Suus. En vandaag een kookvideo. Ik ga laten zien hoe ik een koolhydraatarme optiepizza maak. Ik vind de bloemkoolbodems et cetera te veel koolhydraten bevatten, dus ik dacht een paar dagen terug van, hey, ik heb nog opties, kan ik daar niet iets mee? Ik heb een testpizza gemaakt en die was zo lekker. Dus die ga ik nog een keer maken. Het basisrecept voor opties is eigenlijk heel simpel. Dat is, als je het voor heel veel maakt, 3 eieren, 100 gram roomkaas, een theelepel bakpoeder. En dat is het. Meer heb je eigenlijk niet nodig. Je kunt er nog wat lijnzaad of wat dan ook aan toevoegen. Dat doe ik nooit. Eventueel een lepeltje mandelmeel of zo om wat steviger te maken. Nou, dat doe ik niet. Ik maak het nu voor een derde, want ik wil gewoon een rondje maken. Ik heb wel een rondje op mijn bakpapier getekend. Dat is meer dat hij niet groter dan dat mag worden. Dus vandaar dat ik denk van, dat ga ik doen. Wat ga ik nou als eerste doen? Dat is het optiebeslag maken. Want het optiebeslag ga ik eerst in de oven zetten. En dat ga ik 20 minuten laten bakken. Daarna ga ik het bedekken met mijn toppings, zeg maar. Met tomaat en ham en nou ja, alles wat ik erop wil. En dan gaat hij nog een keer 10 minuutjes, maar dan veel heter in de oven. Zodat je bodem ook lekker krokant gaat worden. Nou, ik ben heel benieuwd of het deze keer goed gaat lukken. Het is de eerste keer, het is spannend. In elk geval weet ik zeker dat het lekker gaat zijn. En ik ga gebruik maken van mijn nieuwe maatje. De keukenmachine, die staat al klaar. En ik ga beginnen met het scheiden van de eieren. Voor deze opties heb je nodig, of tenminste de deeg van de pizzabodem. 2 eieren, eentje heb ik hier al ingedaan. Het andere ei heb ik al gesplitst en zit al in de keukenmachine. Een uitje, dus allemaal voor de bodem, hè. Wat oregano. Ik heb wijnsteenbakpoeder. Het zou leuk zijn als je een scherping stellen. Dat doet hij niet. En geraspte kaas, want dat doe ik ook alvast over de bodem terwijl die bakt. Ik heb gemerkt dat het erg lekker is. Ik ga even het laatste eitje scheiden. Ik laat het ei altijd zijn werk doen. Daar komt vanzelf een barst in. Even met je vinger een beetje een gat maken en dan heel voorzichtig. En als het nou mislukt, dat geeft niet. Dat ei kun je later gewoon nog gebruiken. Maar dat mag absoluut nu niet hierbij. Kijk, nu moet ik uitkijken, want deze gaat lek. Die moet gelijk daarbij en dit moet weg. Kijk, nu ging hij lek, dus dan moet je goed uitkijken dat er hier geen geel in zit, anders dan klopt het eiwit niet meer op. Dus ik ga nu het eiwit opkloppen. De keukenmachine heb ik al ontvet. Het eerste ei had ik er al in gedaan, want je moet altijd eieren apart scheiden. Nooit bij elkaar in doen. Als het dan misgaat, heb je niet alle eieren verrot. Ik ga hem aanzetten, dat maakt best wel even lawaai. En ondertussen snij ik de ui even in ringen. Ik denk dat het nu wel goed is. Ja, keurig. Wat wil ik graag? Ik wil graag pieken. En eigenlijk moet ik hem op de kop kunnen houden. Het laatste beetje er ook bij. Ik kan gelijk in de vaatwasser. En dan gaan we de spullen weer verplaatsen. Inmiddels heb ik de ui in ringen gesneden en heb ik kaas geschaafd. Maar dat leg ik nog even aan de kant. Ik moet eerst iets anders doen. Dit is namelijk die 2 eigele met de roomkaas. Daar moeten nog 2, tenminste, dit is 1/4 theelepel. En dan moet ik dus 2 van bij doen, dus een halve theelepel. En dat moet gewoon goed afgestreken ook. Die laat ik erin, want die gebruik ik toch altijd.
En dan ga ik dit mengen. En dan denk je in het begin, het komt nooit goed. Maar het wordt echt een heel lobbig mengsel zometeen. Helemaal mooi glad. En je mag pas stoppen met roeren als het helemaal glad is. Dan zie je al dat het wat zachter wordt. Het moet echt helemaal glad zijn, want anders krijg je straks met het bakken dat er stukjes uitlopen, kaas uitlopen. En dat is niet erg, dat kan ook heel lekker zijn. Maar dat is niet wat ik wil. Dus ik ga even goed roeren. Dat duurt even. Nou, helemaal glad. De garnaal moet weg. Ik ga nu met een spatel het in het eiwit scheppen. Dit is mijn eiwit. En daar ga ik dit beetje bij beetje doorheen scheppen. Dus ik doe eerst een beetje. En dan ga ik dit er doorheen spatelen. En als dit is opgenomen, zoals nu, dan doe ik het volgende beetje erbij. Ongeveer in 3 keer ga ik het doen. Dus je wilt graag die luchtigheid van die eiwitten behouden. Maar het moet er wel goed doorheen zitten, anders krijg je eiwitvlokken erin. Dat is ook weer niet handig en niet lekker. En je ziet, ik doe eigenlijk alleen maar mijn spatel bewegen. Ik beweeg niet heel hard, ik roer niet heel wild. En dan het laatste beetje. Goed je bakje leegmaken, zonder als er iets blijft zitten natuurlijk. Zo. Dan gaan we ook dat erdoor spatelen. En als dat erdoor zit, mag het op de ovenschaal, de ovenplaat. Ik heb inmiddels de oven voorverwarmd op 150 graden. En daar mag deze grote optie zo meteen in. Voor ik dat ga doen, hij is nu goed doorgemengd, ga ik er eerst nog wat kruiden aan toevoegen. En ik doe een klein beetje oregano alvast door de bodem. Ik denk dat dat wel heel erg lekker is. Ik denk een eetlepel al met al. Het moet ook niet te sterk worden, gewoon een beetje voor de smaak. Nou, dan gaan we de bakplaat erbij pakken. Even iets groter maken. Nou, op de bakplaat heb ik aan de achterkant van het papier een cirkel getekend. En dit is het formaat wat hij maximaal mag hebben. Waarom? Anders past hij niet op mijn bord. Dus ik ga hem nu erop leggen. En ik ga even kijken wat de goede hoeveelheid is. Want ik wil hem ook niet te dik maken, maar ook niet te dun. Want dan hij moet straks nog wel een keer in de oven. Nou, bij. Ik denk dat dit wel de goede hoeveelheid is, 2 eieren. En krijg ik het niet op, dan heb ik morgen nog lekker een pizzapuntje. Mee naar het werk, ook altijd fijn. Dat doe ik bewust vanuit het midden naar de rand strijken, want ik wil graag dat er een beetje een soort pizza rand ontstaat, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Nou, is nu goed. Dan kan de kaas erover. En ik doe nu alvast een beetje kaas, dat smelt er dan heel erg lekker in en daar hou ik van. Probeer de randjes een beetje te ontzien. En ik leg er alvast wat ui op.
Gewoon wat ringetjes ui. Ik denk dat ik een halve ui ga gebruiken ongeveer. En dit was een ui van 50 gram. We proberen natuurlijk ook een beetje koolhydraatbeperkt te maken. Tenminste, hij is koolhydraatbeperkt. Of arm eigenlijk zelfs. Nou, het is toch bijna het hele uitje geworden. Ik vind dat altijd wel lekker als er veel ui op een pizza zit. Nou. Dan kan die in de oven op 150 graden voor 20 minuten. Terwijl de bodem in de oven staat, ga ik vast mijn topping snijden. Ik heb gekozen om er ham op te leggen, dat vind ik erg lekker. Ik heb snoeptomaatjes erop en ik ga de kaas over doen. Het liefst had ik ook nog ananas gedaan, maar ja, dat is niet koolhydraat hoor. Het is gewoon een hele simpele belegging. Lekker wat kruiden erover en klaar. Dus ik ga eens even tomaatjes snijden en de ham in reepjes. Nou, ik begin weer met het raspen van kaas. Ik moet eigenlijk zo'n driehoek hebben waarmee ik kaas kan raspen. Ik heb gewoon een blok kaas. Een beetje pittig belegen. Dat het nog wel goed smelt. Maar dat het wel wat pit geeft aan smaak. Terug in de koelkast. Ik vind dat toch altijd lekkerder zelf geraspte kaas. Zit er ook geen rotzooi doorheen. Want dat is in winkels vaak zo. Als je dan geraspte kaas neemt, zit er vaak weer zetmeel doorheen. En dat snap ik wel, dat is om het geplak te voorkomen. Maar ik vind het niet fijn. Goed, dat kan weg. Dan gaan we de ham en de tomaat snijden. Nou, ik heb een onsje ham. En die snij ik gewoon in reepjes. En straks haal ik die wat verder uit elkaar als ik het op de pizza ga leggen. Het begint hier overigens heerlijk te ruiken. Straks kunnen we het uit elkaar halen. Goed, even mijn mes afwassen, want ik ga nu over naar groenten. En ik ga een schone snijplank plakken. Want op deze kan ik niet ook nog groenten snijden. Schone snijplank en het mes weer schoon. Gaan we door met tomaatjes. Dus je denkt, waarom kan dat niet? Nou, dat heeft te maken met kruisbesmetting. En ik wil niet dat er kruisbesmetting plaatsvindt. Dus mijn handen heb ik uiteraard ook even gewassen. Dat spreekt voor zich. Ik zoek even wat snijdbare tomaatjes op. Sommige zijn al een beetje ver heen, zie ik. Het is ook een enorme pot die ik heb, van een kilo. Nou. Dit zijn het 4, 8, 10, 13. Dat is een ongeluksgetal, dat gaan we niet doen. 14. We doen wel 15 tomaatjes vandaag. Oké, die snij ik gewoon even allemaal zo doormidden. Pas op straks als je de pizza gaat eten, die worden gloeiend heet deze dingen. Omdat je niet je mond brandt. Achter me hoor je de oven aanslaan. Hij staat op conventioneel, maar dan gaat hij zo af en toe toch eventjes de blower aanzetten om het wat gelijkmatiger van warmte te krijgen. Nou, dit. En dan zometeen de ham erbij. Die staat hier op een andere plank, zoals je kunt zien. En dan kunnen we de pizza beleggen. Even wachten tot die pizza klaar is. Nou, na 20 minuten in de oven ziet hij er zo uit. Hij is gaar. Je kunt hem van de bakplaat halen. Tenminste van het bakpapier, als ik het had ingevet. Dat ben ik vergeten. Nou goed, dat komt straks wel goed. Nu de tomaatjes erop. Het is wel belangrijk dat je het bakpapier ook invet. Ik ben het echt straal vergeten. Nou, deze doe ik er gewoon over. Ik leg ze wel allemaal zo om. Omdat ik weet dat als ik ze andersom leg, het niet helemaal goed gaat in de oven. Dus ik verdeel ze er gewoon over, dat ze een beetje gelijkmatig verdeeld zijn over de pizza. En ik denk dat mijn ogen groter dan mijn maag gaan zijn, want dit ga ik nooit opkrijgen. Nou, de tomaat. Daarover doe ik wat pizzakruiden.
Er zit ook al wat in de bodem natuurlijk, maar het is extra lekker om het hier ook nog wat door te doen. Dan de ham. Nou, zoals ik al zei, het is een ons ham. Ik heb geen idee of ik alles nodig heb. Als ik wat overhaal gebruik, dat een andere dag wel weer voor wat. Dat is niet zo erg. Dat verdeel ik er gewoon een beetje over. Niet vergeten zo meteen na de ham je handen even te wassen. Voordat je doorgaat met de kaas. En je kunt er alles op leggen. Ik had ook nog champignons erop kunnen doen. Of een paprika. Of artisjok. Of nou ja, wat je maar lekker vindt. Een vier kazen ding kun je ook maken. Dat je nog extra kaas erover gooit. Nou, je kunt er alle kanten mee op. Nou, ik vind dat er genoeg ham op ligt. Dat wat er nog over is, ik geschok 30 gram. Dat ga ik straks doen. Even handen wassen. Dat is wel even belangrijk. En dan de kaas. En ik hou van veel kaas op mijn pizza. Zo, nou, en dan gaat hij de oven in. Ik heb de oven opgewarmd naar 200 graden en dan gaat hij er nog in totdat alles gesmolten en lekker bruin is. En je ziet hè, die bodem die wordt wel weer dunner. Dus nou, we gaan hem in de oven doen. Nou, daar staat hij. Hij is goed gelukt. Ik heb hem toch van het papier afgekregen, weliswaar. Met een beetje rommelen, maar het is gelukt. Het randje is echt super mooi knapperig geworden. De binnenkant iets minder. Maar goed, dat is niet zo heel erg. Hij smaakt wel heel erg lekker, denk ik. Dus ik ga gauw eten. Nou, dat was dus de Oepsie pizza. Hij was super lekker. De volgende keer ga ik hem alleen proberen op het rooster te bakken. Nadat hij de eerste keer is gebakken. En wat lager in de oven, zodat de onderkant wat knapperiger wordt. De bovenkant was helemaal top. Ik vond hem echt heel erg lekker. En qua hoeveelheid was dit eigenlijk, nou ja, voor mij goed. Ik had geen tussendoortje gehad vandaag en geen extra shake. Dus dan paste het. Ja, anders dan krijg ik het echt niet op. Ik ga nog even uitrekenen hoeveel koolhydraten en calorieën er nou precies in zaten. Want dat heb ik nog even niet helder voor de geest. Maar dat kun je hieronder vinden in de description box. Hoe zeg je dat? Omschrijving. Goed, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Heel erg bedankt en vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. En ik zie je graag terug in een volgende video of in een volgende vlog. Bedankt voor het kijken. Daag!